welkom bij deze nieuwe video, bij deze eindelijk nieuwe Plan With Me, waarin ik een weekly spread voor de maand maart ga maken. Ik heb gekozen om een spread te maken waarin ik eigenlijk alle versieringen in het midden van mijn pagina ga doen. Ik heb dit al enkele keren gedaan. En jullie hebben dat waarschijnlijk ook al gezien op mijn Instagram, Journal by Felia, moest je mij nog niet volgen. Maar ik dacht, ik maak er ook even een video over, want het is eigenlijk een hele makkelijke spread die je kan maken, waar je toch wel redelijk wat creativiteit in weg kan steken. En ik denk voor ons allemaal, nu we allemaal, toch bijna allemaal dan, binnen zitten, is het wel het moment om onze creativiteit wat aan te spreken. En daar ga ik ook volop van genieten. Voor deze spread te maken heb je eigenlijk als beginpunt een brede washi tape nodig. Dat kan eenert welke washi tape zijn. Ik heb daarvoor voor een oudere boekachtige washi tape gekozen. En ik heb daar ook van de randen wat bijgescheurd, zodat het niet overal even recht is. Omdat ik vind, ja, als je het in het midden gaat doen, hoeft het niet overal even recht en even mooi te zijn. Dus daarvoor scheur ik dat wat bij. En dan is het eigenlijk voornamelijk alles gewoon vol plakken. Hoe dat jij het graag hebt met washi tape, met stickers, met papiertjes, wat jij graag hebt. Ik begin altijd eerst met mijn washi tapes, omdat je daarover nog stickers kan plakken. Dus een klein beetje washi tape is altijd wel handig. En ik gebruik ook graag van die kantentape die je kan zien, die ik altijd bij de Action koop. Vind ik ook altijd een hele leuke toevoeging. En dan is het gewoon stickers plakken waar jij zin in hebt voor de bepaalde sfeer die je wilt uitstralen met je spread. En je kan echt je gewoon helemaal uitleven. Alles mag, niks moet. En dat gaan we even doen. En ondertussen ga ik jullie een klein beetje entertainen. Nu dat we allemaal thuis zitten en eventjes hebben over het onderwerp waarom dat we allemaal thuis zitten. Met heel het coronavirus hebben we denk ik toch allemaal wel wat tijd om ja, dingen te doen waar we anders geen tijd voor zouden hebben. En ik persoonlijk geniet daar wel enorm veel van. Nu dat ik eindelijk nog eens tijd heb om mijn gemak te journalen, video's op te nemen. Ik geniet daar heel fel van. Omdat gewoon het dagelijkse leven al basis zo druk is, vind ik deze lockdown in België dan toch eigenlijk niet zo erg. Omdat ik nu gewoon eens tijd heb om dingen te doen die ik in mijn privé heel graag doe, maar waar ik gewoon vaak niet aan toekom. Omdat het gewoon te druk is, te veel dingen die we moeten doen. En nu is het eens wat dat we mogen doen, naast de taken die we natuurlijk nog altijd verplicht moeten doen, misschien vanuit werk uit. Maar nu kan ik gewoon op deze dagen extra veel genieten van video's te maken, van te journalen, omdat het echt gewoon op momenten gaat van waar dat je denkt, oh, het is nu in de namiddag, het zonnetje schijnt, ik heb iets zin om te journalen en je kan het gewoon op de tafel laten liggen, je kan even iets anders doen, het hernemen. Je hebt gewoon alle tijd van de wereld. Zo probeer ik het toch alvast te zien. Omdat ik denk van ja, als we allemaal een beetje depressiever van gaan worden, dat we thuis moeten zitten, dat gaat ook niet helpen. Dus we moeten er toch het beste van maken wat we kunnen doen. En als we dan nog eens extra kunnen genieten van even die korte periode dat we gewoon op onszelf zijn. Met de persoon waarmee dat je samenleeft of wat dan ook. Ik denk dat dat nog meer genieten is dan dat je normaal doet. En dan even terug over de spread. Ik heb nu de binnenkant eigenlijk helemaal versierd. Het enige dat we nu nog moeten doen is de dagen van de week. En daarvoor gebruik ik clear stamps van de Action met een olijfgroene inkt. En daarnaast voor de data gebruik ik ook nog een stempel die ik ooit eens via AliExpress heb gekocht. Om de data er dan bij te zetten. En dan is eigenlijk onze spread klaar om ingevuld te worden. Laat me zeker weten in de reacties wat jullie van deze video vonden. En laat me ook zeker weten hoe jullie deze tijd nu doorbrengen. Is dat alleen, is dat samen met iemand? En wat jullie dan doen om de tijd toch nuttig in te vullen.
En dan zie ik jullie graag in mijn volgende video terug, wat waarschijnlijk ook weer een weekly spread zal worden, wegens ik nu tijd genoeg heb om eindelijk nog eens journal video's op te nemen. Dus eind goed, al goed. De quarantaine is toch voor iets goed. Laten we het zo houden. En ik wens jullie nog een fijne dag, fijne avond wanneer je dit kijkt. En dan zie ik jullie graag de volgende keer terug. Doei! Oh,